Onder de vlag van Globaal Kabaal schoten jongeren uit 8 gemeenten in actie. Dit deden ze om de SDGs, dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, te behalen tegen 2030. Jeugddienst Globlink en Ecolife gingen bij hen langs met een uitdagend spel om zo de acties voor te bereiden. Elke groep koos zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen en werkte een lokale actie uit met een link naar de mondiale uitdagingen van vandaag. Met deze inspirerende acties weerklinkt hun stem en geven ze vorm aan de toekomst. Samenwerken om uw instellingen al eens even. Een jaar geleden is Ecolife met het project Globaal Kabaal naar ons gestapt, naar de stad Sint-Truiden. Zijn we met een hele groep jongeren uit Sint-Truiden daar onmiddellijk aan begonnen. Voornamelijk met jeugdverenigingen. En dan zijn we een beetje op onderzoek gegaan rond welke SDGs we effectief willen werken. Eerst hebben we dat gedaan door te bedenken van welke dingen in Sint-Truiden lopen nu al goed. Welke dingen op gebied van duurzaamheid spreek dan kan verbeteren. En dan hebben we toch snel met de hele groep tot de conclusie gekomen dat SDG 10 ongelijkheid verminderen en SDG 17 partnerschappen heel belangrijk zijn voor ons. 1 op 6 van de jongeren leeft in Sint-Truiden in kansarmoede, dat zijn gegevens van 2017. Dus dat is belangrijk toch om binnen een jeugdvereniging een besef te hebben van het speelt niet alleen in armere wijken in Sint-Truiden, maar het zal vast en zeker ook binnen onze stad, binnen onze jeugdvereniging of jeugdbeweging spelen. En het is belangrijk dat we daar iets kunnen doen en iets concreets voor kunnen aanbieden. Ik denk dat iedereen die wilt deelnemen aan jeugdverenigingen de kans moet hebben om deel te nemen. Ik heb zelf bij de Giro gezeten en ik weet wat een verruiming dat is voor u als persoon, als persoonlijke ontwikkeling. Maar het is ook gewoon leuk om vrije tijdsinvulling te hebben en vrienden te leren kennen. Dus ik denk dat het netwerk uitbouwen, maar ook leren samenwerken, leren projecten opzetten. Ik denk dat dat wel een meerwaarde is aan jeugdbewegingen. Onze concrete actie is nu geworden dat we naar de jeugdraad zijn getrokken, waar heel veel jeugdbewegingen en jeugdverenigingen van Sint-Truiden actief in zijn. En daar hebben we een beetje gepraat van wat zijn mogelijke dingen die jullie binnen jullie leidingsploeg misschien wel kunnen bespreken. En dan zijn we tot 5 acties gekomen die we hier uitgelegd hebben. Acties zoals een tweedehands uniformwinkel, waar leden die uit hun kleren zijn gegroeid hun kleren aan kunnen geven en dan leren die het wat moeilijker hebben kleren kunnen passen en gebruiken.